hebben nooit twijfels gehad over dat papieren niet zouden kloppen. Wij moesten dus wel opletten dat ze afstandpapieren waren van de moeder enzovoort. En er waren nog een paar dingen waar we op moesten letten. En die leken allemaal in orde te zijn. We hebben nooit twijfels gehad, nee. Het is nooit in ons opgekomen dat een verhaal, zoals zuster Jane, niet zou kloppen. Nooit, nee. Na zoveel jaren hoor je dat het mogelijk kan zijn dat het niet zou kunnen kloppen. Daar hebben wij nooit aan getwijfeld dat het niet zou kloppen. Dus ik ben daar heel erg van geschrokken. Ja. En het is natuurlijk zo moeilijk om het terug te draaien. Dat kan gewoon helemaal niet. Nee, nee. Dit is mijn geboorteland Indonesië. De Nederlandse schrijver Mutatuli gaf Indonesië als bijnaam de gordel van smaragd. Deze bijnaam verwijst naar de schoonheid van de natuur in combinatie met de archipel van ruim 17.000 eilanden. Dat maakt Indonesië tot de grootste eilandengroep ter wereld. Ik ben geboren in de hoofdstad van Indonesië, dat is Jakarta. Vermoedelijk zag ik op 15 juni 1979 het levenslicht. Ik had toen nog een Indonesische naam. Mijn naam was Pujastuti. Nu heet ik Dorit. Mijn zus Miriam is vermoedelijk geboren op 1 januari 1978. Haar Indonesische naam is Rukia. Wij zijn samen geadopteerd als biologische zussen. Maar zijn wij dat ook? Een DNA-test dit jaar gaf ons het antwoord. Wij verhuisden van Indonesië naar Bunschoten in Nederland. Onze adoptievader was dominee en mijn adoptiemoeder huisvrouw. Wij kregen er een nieuwe familie bij van 2 geadopteerde broers en nog een geadopteerde zus. Ook integreerde ik aardig in de samenleving van Bunschoten. Ik ben Miriam Boer Begeman. Boer is de naam van mijn man Christian. Begeman is mijn meisjesnaam. Samen hebben wij 4 geweldige kinderen. Daarnaast ben ik werkzaam als jeugd- en gezinswerker binnen het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Elburg. Verder volg ik een studie, de Master Contextuele Benadering aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Hoe oud was jij toen jij geadopteerd werd uit Indonesië en herinner jij nog iets? Ik was ruim 1,5 jaar oud, nee, jong, en ik herinner me echt helemaal niks meer ervan. Ook niet als ik foto's terugkrijg, dat ik denk, oh, daar gaat een lichtje branden. Nee, helemaal niks. Nee. En heb je ook nog gevoelens bij of zo, of dat je geuren herkent? Nee, ook niet. Ik had het daar pas met iemand over dat stel dat ik daar zou zijn, dat er dan misschien andere zintuigen aangewakkerd worden. Maar nu heb ik dat totaal niet, omdat ik zo hier leef in mijn eigen setting. Dus er is ook niet echt iets wat mij intern of extern prikkelt, waarvan ik denk, een gevoel van herkenning. Nee.
Heel vaak vragen mensen aan mij of ik mijn biologische ouders heb gezocht. En dan zeg ik ja, ik ben ze al ruim 20 jaar aan het zoeken. En nee, ik heb ze nog steeds niet gevonden. Het lukt mij niet, want er zijn gegevens vervalst. Dus ik kan ze eigenlijk ook niet meer terugvinden. En dan kijken mensen mee aan en zeggen, een Nederlandse rechter heeft er toch naar gekeken. Dan is het toch gewoon goed gegaan. Hoezo gegevens vervalst? Dan zouden ze dat toch in Nederland gezien en gecontroleerd moeten hebben. Nederland maakt geen fouten hierin. Jij hebt het vast verkeerd gezien. En daarom maak ik deze documentaire. Ik wil u precies laten zien welke gegevens er vervalst zijn. Ik geef u een inkijkje in onze adoptiepapieren. Wat is gebeurd en wat is er fout gegaan? Waarom is onze adoptie illegaal geweest? Weet u wat mij het meest verbaasd heeft toen ik de adoptiepapieren las? Dat is het totale gebrek aan toezicht en controle van de Nederlandse overheid op het adoptieproces. Die was er gewoonweg niet. Iedereen kon compleet zijn eigen gang gaan. En dat heeft in ons geval desastreuze gevolgen gehad. Ik ben afgestudeerd als journalist en ik besloot om deze keer als een journalist naar mijn papieren te kijken. En niet als een geadopteerde. Dat betekent research doen, hoor en wederhoor toepassen, met geadopteerde en adoptieouders praten en vooral op zoek gaan naar fouten en waarheidsvinding. Wat ik toen nog meer ontdekte, maakte mij intens verdrietig. Ik realiseerde me dat ik een enorme beerput had opgetrokken. Hoe is onze adoptieprocedure verlopen? Eigenlijk heel gemakkelijk. We werden opgebeld door iemand die zei, familie Blauw in Groningen, die gaat over de adoptie van Indonesische kinderen. En als je die opbelt, dan kun je verder daarmee. Wij kenden de familie Blauw niet, maar via een familie Meijer uit Assen, die heeft ons dat adres of het telefoonnummer van die familie Blauw doorgegeven. Zo zijn we dus in contact gekomen met familie Blauw. En toen hebben we dus de vergunning weer aangevraagd om een kindje te mogen adopteren. En dat gaat dan via het consulaat van Den Haag om dat te mogen doen. En het is allemaal we hebben heel gauw die vergunning gekregen om een kindje op te halen. In augustus hebben we het aangevraagd. In oktober mochten we al twee kindjes ophalen. Mijn adoptievader is in 1993 overleden. Toen was ik 14 jaar oud. Dus ik heb hem helaas niets meer kunnen vragen over onze adoptie. Maar hij heeft wel een dossier aangelegd met papieren van onze adoptieprocedure en daarin zijn heel veel gegevens terug te vinden. Mijn adoptievader was heel precies en nauwkeurig. Ik vind onder andere onze vliegtickets, kosten van het hotel, foto's en onze geboorteverklaringen. Aan de hand van het gearchiveerde materiaal van mijn adoptievader heb ik zelf een reconstructie gemaakt van mijn adoptieprocedure. Op 1 januari 1978 is mijn zus Mirjam geboren in Indonesië. Anderhalf jaar later nemen mijn adoptieouders contact op met de particuliere adoptiebemiddelaar familie Blauw. Daarna vraagt mijn vader toestemming aan het ministerie van Justitie om te adopteren. Op 15 juni 1979 word ik geboren in Jakarta. Twee maanden later worden de afstandsverklaringen van mijn zus en mij in orde gemaakt. Een dag later worden wij opgenomen in het kinderthuis Kasibunda in Jakarta. Wij hebben natuurlijk gevraagd waarom jullie zijn afgestaan. Nou, het verhaal van zuster Jane was dat jullie uit het gezin kwamen. En ze kwam met twee kinderen aan, Mirjam en jou. Maar omdat Mirjam wat ouder was, anderhalf jaar, die was al gehecht aan het gezin. En toen heeft de moeder het kind weer mee teruggenomen. Op aanraden van zuster Jane. Ze zegt, dit kind is te gehecht. Maar een week later stond dezelfde moeder weer op de stoep met Mirjam dus. En toen zag Jane wel dat het kind niet genoeg voeding had gehad. En toen heeft ze het kindje dus ook opgenomen.
En zo zijn jullie als twee zusjes dus bij ons gekomen. Ook hebben mijn adoptieouders een schriftelijke case-studie ontvangen van ons kinderthuis Kasibunda. Daarin wordt uitgelegd waarom wij zijn afgestaan. Beide kinderen zijn het zesde en zevende kind. De vader is een dagloner en sjouwt barang en tilt het van de truck naar de goedang, net als in de haven. De moeder helpt met wassen om haar mama te helpen. Van de vijf kinderen is geen één naar school. De kinderen eten alleen maar sinkong of cassave en de moeder is ziekelijk, want ze hebben ieder jaar een kind. Het oudere kind is in Semarang geboren, maar het jongere kind is in Jakarta geboren. Het contact met de ouders is meteen verbroken. De kinderen waren meteen onder doktersbehandeling en zijn nu al heel wat beter. Naar wij vernemen hebben de ouders het erg beroerd en kunnen het niet opbrengen om voor alle zeven te zorgen. Aan vijf hebben ze ook al hun handen vol. Voorts kunnen wij u verder niet veel meer vertellen, want de ouders zijn ook maar heel eenvoudige mensen en hebben een heel moeilijk bestaan. Ze hebben geen opleiding genoten en kunnen ook niet hogerop. Vandaar dat er voor hun geen uitkomst zal zijn. Wij hopen dat u met de kinderen gelukkig bent en hun kunt geven wat hun ouders niet hadden kunnen opbrengen. Op 8 augustus 1979 zijn onze afstandsverklaringen getekend door onze biologische ouders. Dezelfde dag kopt de Volkskrant: adoptieschandaal in Indonesië, babyhandel opgerold. Ook het Nederlands Dagblad kopt met: geruchten over adoptieschandalen in Bangladesh en Indonesië. Diezelfde dag weet de Telegraaf al te melden dat de illegale baby's uit Indonesië mogen blijven en dat justitie zegt, terugsturen zou onmenselijk zijn. Mijn adoptieouders krijgen een begintoestemming van het ministerie van Justitie om twee kindjes te adopteren. Nog dezelfde dag geven mijn adoptieouders een volmacht aan meneer J.H. Sahatapi in Indonesië. De volmacht wordt gegeven via een Nederlandse notariële akte. Mijn adoptieouders wisten toen niet dat deze meneer Sahatapi het duistere praktijk op nahield. In het online krantenarchief Delver zijn ontzettend veel artikelen terug te vinden uit het verre verleden. Dus ook uit mijn geboortejaar 1979. Toen werd er in Nederland dus al geschreven over adoptieschandalen en misstanden in Indonesië. Nederlandse media schrijven op 8 augustus 1979... over de handel in honderden Indonesische baby's. Deze baby's worden met valse papieren ter adoptie aangeboden aan onder andere Nederlandse echtparen. De Telegraaf meldt op 9 augustus 1979 dat er minstens 30 Indonesische baby's in Nederland zijn die met valse papieren zijn geadopteerd. Maar er wordt vermoed dat dit getal veel hoger moet liggen. Hierop reageert het ministerie van Justitie dat de baby's gewoon in Nederland mogen blijven. Het terugsturen naar Indonesië zou onmenselijk zijn. Er wordt niets gedaan om hun ware identiteit op te sporen en vast te stellen. Het nieuws is gebaseerd op een case uit maart 1979. Toen heeft de Indonesische politie een bende opgerold die zich bezighield met babyhandel. Een van de hoofdverdachten is een ambtenaar van de burgerlijke stand in Jakarta, die geboortecertificaten vervalst. Ook vroedvrouwen zijn een schakel in de babyhandel, omdat zij voor de schriftelijke geboorteverklaringen zorgen. De baby's worden vervolgens voor veel geld verkocht aan malafide kindertehuizen. Deze malafide kindertehuizen verkopen de baby's door aan aspirant-adoptieouders. Onder het mom van bemiddelingskosten worden de baby's voor bedragen aangeboden die kunnen oplopen tot wel 6.000 gulden. In deel 2 ziet u hoe mijn adoptiefamilie een sterke band heeft met Indonesië. Mijn adoptieopa heeft van 1933 tot en met 1939 in Nederlands-Indië gewerkt. Zo heette Indonesië destijds. Want
Indonesië stond onder het koloniale gezag van Nederland. Uit deze tijd heb ik nog een 8mm film en foto's die mijn adoptieopa gemaakt heeft. Dat laat ik u uiteraard zien. Daarnaast geef ik u een inkijkje in mijn vervalste documenten. En tenslotte, wat wist de Nederlandse overheid nog meer rondom illegale adoptie?